leven kinderen aan de andere kant van de wereld. 12 verhalen van verschillende kinderen verspreid over de hele wereld zijn nu gebundeld in één boek. Hallo Wereld werd gisteren gepresenteerd. Ik merkte na diverse reizen dat met name kinderen aan mij vroegen van hoe leven kinderen in bijvoorbeeld Tibet of IJsland of Marokko. En nou, dat zette me eigenlijk op het idee om zo'n boek te maken. Je mag misschien wel ergens anders wonen, maar kinderen verschillen onderling niet zo heel veel van elkaar. Eigenlijk zijn alle kinderen hetzelfde. Alleen met dat verschil, het bedje staat ergens anders. En dat maakt hun hele verhaal. Het is een heel mooi boek. Met leuke tekeningen, maar ze zijn ook heel grappig. En het zijn mooie verhalen die erin staan. Nou, ik vind alle verhalen wel heel erg leuk. Want ze hebben allemaal iets aparts en dat vind ik juist leuk aan het verhaal. Dus heel hartelijk dank voor dit boek. En ik hoop dat alle kinderen van Nederland dit gaan lezen. En ook de ouders. Dat hoop ik ook. Een deel van de opbrengst van het boek gaat naar Save the Children. De stichting die opkomt voor kinderen en hun rechten overal op de wereld. Ja, wij vinden het initiatief fantastisch. Het vertelt heel mooi de verhalen die er wereldwijd rondgaan rondom kinderen. Hoe ze opgroeien, wat hun dromen zijn, hoe ze daarmee omgaan, wat hun cultuur is. Ja, en het brengt het werk van ons ook wat dichter bij de mensen hier in Nederland. Wil jij dit boek ook lezen? Kijk op bastaschooltv.nl hoe jij hem kunt bemachtigen.